Kusters van D66. Bijna 40 jaar. Bijna 40. Leiden, Den Haag. Nee, Leiden, Brussel, Den Haag. En nu weer terug in de Betuwe, want je bent een echte Betuwse. Klopt, ja. Wat was er met Leiden, Brussel en Den Haag? Hoe moet ik dat? Daar heb ik mijn studie doorgebracht. Ah. Ik heb internationaal en Europees recht gestudeerd. En dus ik heb dat in Leiden gedaan. Ik heb in Brussel gewerkt. Ik werk in Den Haag. Maar ik ben geboren en getogen Betuwse. Ik ben geboren in Buren, maar mijn familie komt uit Ophemert, uit de buurt van Tiel, Varik. Echte boeren uit de klei, al honderden jaren zelfs. Ja. En ik vind het leuk om hier weer terug te zijn. Toch. Om de dingen die ik leer in Den Haag en toepas in Den Haag ook hier te kunnen gebruiken. Die jonge verkiezingsslogan. Die is durven doen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat is onze landelijke slogan. En lokaal voegen wij daaraan toe durven doen. Leg uit. Dat betekent voor ons dat we de maatschappelijke opgaven die er nu zijn, dat die niet kunnen wachten, dat we die nu moeten aanpakken en dat we daar nu iets aan durven te doen. En iets meer lokaal nog vinden wij dat we de afgelopen jaren hele goede plannen hebben gemaakt als gemeenteraad, veel onderzoek hebben gedaan. Er ligt van alles moois op ons te wachten. En wij denken dat het nu de tijd is voor doen, voor de focus op uitvoering en daar de capaciteit op in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige plannen die we hebben om het JAG of het Vierheems Kinderstraatje groener te maken. En dat mogen we nu gaan doen. Geen extra plannen, meer uitvoering. Ja. Je bent beoogd nieuwe fractievoorzitter van D66. Beoogd? Beoogd. Dat mag de fractie kiezen na de verkiezingen uiteraard. Ja, nee, dat begrijp ik. Daarom zeg ik ook beoogd. Maar wat zijn jouw drijfveren? Mijn persoonlijke drijfveren. Nou, om te beginnen wat ik net ook zei, vind ik het heel fijn om een mooie bijdrage aan deze stad te leveren. Mm-hmm. Ik vind het heel belangrijk om samen te werken in de raad, om te kijken naar waar onze overeenkomsten zitten in plaats van de verschillen. Want ik denk dat van welke groep je ook bent, iedereen het mooiste wil maken van Culemborg. En dat gaat over het proces. Ik heb natuurlijk ook inhoudelijke drijfveren. Je ziet dat er op dit moment een grote vraag is naar woningen. Er wordt veel gebouwd in Nederland, dat is heel goed. Maar ik zie ook dat heel veel steden aan elkaar vastgroeien. Dat Nederland heel erg verstedelijkt en bebouwd wordt. Ja. Dat zou ik in Culemborg willen voorkomen. Wij vinden het heel belangrijk, of ik vind het ook heel belangrijk, dat het groen om Culemborg heen groen blijft. En dat we als we gaan bouwen, dat we dat binnen de stadsgrenzen doen. Binnen de stadsgrenzen? Ja. Dus op de plekken waar bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld windmolens staan, op hele prachtige landerijen, geen woningbouw? Op dit moment geen woningbouw, nee. Ook niet en ook niet gebeuren. In de toekomst. Nee, dat bedoel ik. Nee, ons streven is om de bestaande vierkante meters in de stad slimmer te benutten. Ja. Dat betekent bedrijfspanden ombouwen, dat betekent woningen splitsen. Mm-hmm. Dan nog weten we dat we erbij moeten bouwen. Er zijn bijvoorbeeld mooie plannen nu om in de stationsomgeving te bouwen. Daar zijn we groot voorstander van. Ook bijvoorbeeld bij de Driehoek Rijksstratenweg. Maar niet buiten de stadsgrenzen, zodat dat groen, wat Culemborg zo mooi maakt, behouden blijft voor het groen. Om daarin te kunnen creëren, zodat de biodiversiteit daar groot blijft. Mm-hmm. Maar dat ook ondernemers daar kunnen blijven ondernemen. Wat is het algemeen streven van D66 van Culemborg? We hebben drie belangrijke speerpunten. Mm-hmm. Die zijn wonen, klimaat en onderwijs. We hebben natuurlijk nog veel meer punten dan dat. Maar dit zijn de punten waar wij denken dat de maatschappelijke uitdagingen zijn en waarop we op door willen pakken de komende jaren. Klimaat. We denken dat het belangrijk is om mee te werken aan de energietransitie. Het klimaat wacht niet, we moeten nu doorpakken. Dat betekent energie besparen, maar ook inzetten op een energiemix. Mm-hmm. Daarnaast is het belangrijk om je stad te verduurzamen. Dat betekent energie-neutraal bouwen, maar ook natuurintensief. Je stad hittebestendig maken, je stad vergroenen. En onderwijs? Op onderwijs vinden we het heel erg belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Maar ook dat we onze onderwijsgebouwen in deze stad verduurzamen. Dat we het binnenklimaat verbeteren. En dat we onze schoolpleinen groener maken. Okay. Wie kunnen wij eigenlijk rekenen als achterban van D66 in Culemborg? Wie is de achterban van D66? D66 zegt altijd, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. En dat betekent dat bij ons echt iedereen welkom is. En iedereen mag zijn wie die is. Wij kiezen niet voor een specifieke achterban omdat we dat niet willen. We willen de beste oplossing voor een maatschappij als geheel. Ja, nee, maar hier hebben we toch wel een idee van, nou, dat is onze achterban. Dat zijn de mensen die onderwijs en klimaat en wonen belangrijk vinden. Dat zijn onderwijzers bijvoorbeeld die deze thema's belangrijk vinden. Maar ik wil echt benadrukken, ik heb nu drie thema's genoemd, maar bijvoorbeeld diversiteit is voor ons ook een heel belangrijk thema. En het gaat er echt om dat iedereen welkom is en mag zijn wie die is. Ja. En daarom willen wij niet kiezen voor een bepaalde bevolkingsgroep. Wij zijn niet voor ondernemers of juist arbeiders of voor iemand met een religieuze stroming. Ja. Maar iedereen is welkom, ongeacht je persoonlijke levenssfeer. Nog een keer jullie slogan. Onze slogan is durven doen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Zeker.